Wie zijn we? Wat hebben we meegenomen? We hebben een 25 roofvogels hebben we meegenomen. We zijn van Vermaren Roofvogels. Roofvogel valkerijbedrijf uit Zeeland. Tussen Kattendijk en Wemeldingen zitten we met 80 roofvogels. Verschillende soorten. Hele kleine, hele grote. En we gaan met een kleintje gaan we beginnen. We gaan met de allerkleinste van allemaal gaan we beginnen. We gaan beginnen met de Amerikaanse torenvalk. Ja, lekker makkelijk. Beginnen met zo'n kleintje. Het is namelijk zo, hoe kleiner de vogel, hoe moeilijker juist om te vliegen voor ons. Wij wegen onze vogels. Nou, dit vogeltje, dat weegt er een 120 gram. 120 gram, dan zit hij op 130 gram, dan doet hij liefst helemaal niks. Ze hebben hele scherpe nageltjes, hè? Dus ook al is het natuurlijk zo'n en deze, let op. 1, 2, 4, pas. Razendsnel vogeltje, die dus inderdaad ingezet wordt voor die overlastbestrijding. Dat is Hanna, de woestijnbuizer. Kijk deze hier. Dit is het vrouwtje van de woestijnbuizer. Die andere twee, dat zijn de mannetjes. De vrouwtjes zijn met de roofvogels en uilen. Zijn groter dan de mannetjes. De roofvogelvrouwtjes noemen we wuiven. Dat is niet anders, een wuif met een roofvogelvrouwtje. En de mannetjes, die noemen we tarzel. Tarzel, en dat komt van het middeleeuwse woord af tiersel. Dat betekent een derde kleiner. De mannetjes zijn een derde kleiner. De vogel komt zo meteen raaklings over jullie heen gevlogen. Je hoeft niet te bukken. Komt hier. Komt hier gewoon aan. Die vogel is dus geleerd om te volgen. Die vogel is geleerd om mij in de gaten te houden. Wie weet dat hij door samenwerking eerder tot zijn voer kan komen. Dan gaan we die witte rug hier ook opzetten. En jullie bukten net al, hè, voor die woestijnbuis. 1, 2, hop! Omdat ze er eens bij willen zijn. En wat gaat Rogier nou doen? Rogier gaat naar de koelbox kijken. Kun je eens hier op zitten? Dat zou de hand goed landen. Hij heb je gezien. Goed zo. Oké, goed gedaan. Mooi, mag jij hier komen? Gaan we jou vastzetten en dan gaan we nog iets leuks doen met Rogier.